Hallo Dimitri, gefeliciteerd met je winst tegen Michael Smith. Ja, je kwam al snel met 2-0 voor. Had je het gevoel al in de wedstrijd dat jij een beetje de overheersende partij was? Dat jij de betere speler was? Ja, eigenlijk wel. Ik weet dat ik vorig jaar ook al mee heb gespeeld en ik voelde me toen niet zo overtuigend zoals ik me vandaag overtuigend voelde. Ik heb mijn momenten in het oefenen niet zo fantastisch geoefend, maar ik heb mijn momenten dan weer wel supersterk geoefend. En ik heb tegen mezelf gezegd van ja, kijk, de moment dat je je zo voelde, dacht je deze manier. En de moment dat je je zo voelde, dacht je deze manier. En ik heb gewoon daar een beetje op gespeeld. En de moment dat ik me goed voelde, deze manier heb ik gebruikt op het podium. En mijn dubbel 18 voor het starten, wat eigenlijk heel belangrijk is in dit toernooi, hè, je dubbel starten, dat ging eigenlijk heel goed. Ik voelde me daar heel sterk op. Ik heb geluisterd naar mijn vorig jaar, naar mijn manager. Ik heb daar een beetje lessen uitgenomen. En die hebben mij vandaag beloond, zeg maar. En daarom voel ik mij eigenlijk zo goed en heb ik deze wedstrijd ook met succes gespeeld. Ja, nou, dat is goed om te horen. Met name in die tweede set werd toch wel duidelijk dat die concentratie bij jou beter was dan bij Michael Smith. Ja. Ja, wat natuurlijk wel opvalt is als we jou zien spelen, is die brace om je knie. Ja, kan je een beetje vertellen hoe het daar nu mee gaat? Ja, ik heb dus al sinds ik deze brace draag, ik heb een week voordat de Autumn Series werden gespeeld, Nederlands vertaald de Herfst Series, die hebben we gespeeld afgelopen maand. En de week ervoor heb ik een operatie genomen, of niet genomen, maar gekregen. Deze operatie noemt keyhole surgery in het Engels. Ik weet niet perfect hoe je het in Nederlands zegt. Ik heb dus een stuk meniscus laten verwijderen. En ja, dan moest ik mijn knie minstens 5 dagen laten rusten. Dat is gebeurd, dat heb ik gedaan. Ik moest er heel veel ijs op leggen. Ik heb net bij de specialist geweest afgelopen week. Die hebben gekeken en die hebben gezegd van ja, je hebt goed geluisterd naar de raad. Dat kunnen we heel goed zien aan je been. Maar deze 5 dagen waren moeilijk, want ja, je voelt gewoon dat je been niet 100% is. Je voelt dat hij dik staat. Je voelt dat je er met een brace rondloopt. Dus je voelt echt gewoon alsof het een baksteen is dat aan je lijf hangt, aan je been. En net het been dat je gebruikt om op te steunen. Dus ja, kleine dingen waar ik aan moest gewonnen, waar ik aan een beetje moest met leren te voelen hoe ik ermee moet omgaan. En dat is nu gelukt. En ja, vandaag net hetzelfde. Ik heb vorige week de World Series Finals gegooid. Vandaag de World Matchplay. Of 2 weken geleden. Ik heb er ook weer aan geleerd. Een beetje aan moeten wennen. En nu voel ik me goed. Ik heb gewoon geaccepteerd hoe de situatie is. En nu moeten we gewoon verder gaan en 100% blijven geven. Ja, is er al een moment waar die brace af kan worden genomen? Weet je dat al? Ik weet dat, maar de brace moet ik blijven dragen totdat ik mijn volgende operatie onderga. De volgende operatie heeft te maken met dat ik mijn voorste kruisband helemaal nieuw moet krijgen. Want die is volledig doorgescheurd. Ik denk dat jullie weten wat ik daarmee bedoel. Dus ik moet nu wachten tot ik de volgende operatie kan laten doen als de PDC-kalender het toelaat. Want ja, we zijn druk bezig en vooral naar het einde van het jaar hebben we heel veel tv-toernooien. Dus vind ik het leuker en liever om met een brace rond te lopen en er gewoon aan te wennen en het accepteren. Ja, hopelijk kan je daar nog een gaatje voor vinden of anders met die brace in ieder geval goed om kunnen gaan. Ja, volgende wedstrijd tegen Dirk van Duivenbode, is dat een wedstrijd waar je naar uitkijkt? Ik kijk sowieso elke keer weer naar een wedstrijd uit die ik op een podium mag spelen. Ik heb er al zoveel achter mij gehad. Ik heb al laten we zeggen, een beetje ervaring gecreëerd. Maar ik vind het zo leuk om op een podium te spelen. Waarom? Je weet tegen wie je moet gooien. Je hebt een hele dag om jezelf voor te bereiden. Van het slapen tot het uiteten. Door het relaxen, chillen. Tot en met het voorbereiden dat je effectief op het podium moet komen en tegen je tegenstander moet gooien. Ja, dus ik ben gewoon bezig met mezelf. Zoals ik altijd doe en zal ik altijd doen, maakt me niet uit wie ik moet gooien. Ik geloof in mezelf, ik kijk naar mezelf en ik ben gefocust op mezelf. Nou, dat klinkt goed, Dimitri. Ik wens je veel succes morgen en nou ja, slaap lekker vanavond. Dank jullie wel en jullie ook allemaal wel te rusten. Dankjewel. Goeiedag.